Goedenavond, het is 2 minuten over 7 op vrijdag 28 juni. Welkom bij een uitzending over de VVBK-beurs, Nijbegun, Netmag en politiek gesteggel in Stadskanaal. Welkom bij een op vrijdag. Straks gaat een minderheidscoalitie de politieke crisis in Stadskanaal sussen en een onderzoek van RTL roept vragen op over Netmag in Veendam. Maar we beginnen met de mensen aan tafel. Aangeschoven zijn gedeputeerde van de provincie Groningen Johan Hamster, onder andere over Nijbegun straks, en natuurlijk over de VVBK-beurs. En daar is ook Aart de Boer voor aangeschoven. Aart, om bij jou te beginnen. Yes. Een gemeente als Stadskanaal zonder ondernemersbeurs, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat zei jij in gesprek met RTV Noord. Zeker. Hoe kan het dat het er al die tijd niet was? Nou, het was er eigenlijk een beetje wel, want we hebben jarenlang ook als gemeente en als bedrijven deelgenomen aan de promotiedagen in Groningen. Of de bedrijvencontactdagen. Alleen, ja, na corona is het toch overal goed voor geweest. Blijkbaar is dat een beetje in het slop geraakt. En toen is een tijd lang niks geweest. En wij merkten vanuit de VVBK dat het toch al behoefte was om wat meer verbinding aan te gaan met elkaar. Dus is dit initiatief begonnen. En toen dachten we, doen het lekker zelf. Jullie staan vrij groot uitgepakt op het Raadhuisplein in Stadskanaal. Ja. Grote tenten. Ja. Voor mijn beeld, hoe ziet zo'n beurs, want dat is het komend weekend en vandaag ook, hoe ziet dat er precies uit? Ja, het is, we hebben vandaag een hele leuke dag gehad eigenlijk. Hè, met de leerlingen van het UBO-MIS in het Noorderpoort. Maar de dagen hieraan voorafgaand was er ook al allerlei activiteit vanuit de UBO-MIS voor de basisschoolleerlingen. Ja, je moet je voorstellen, het zijn twee tenten. Er staan 50 bedrijven, hebben zich vertegenwoordigd. Met name leden van de VVBK. Ook de gemeente is daar. En we hebben verschillende elementen gedurende deze dagen waarbij mensen workshops kunnen doen, waarbij bedrijven zichzelf kunnen presenteren. Er zijn allerlei promoties ook buiten op het buitenterrein. En natuurlijk hebben we ook een viering van het jubileum van de VVBK vanavond in de tent. Ja. Je zei al, die scholieren, die komen bij jullie. Wat staat het doel van? Ja, het doel van, kijk, de beurs heet natuurlijk de kracht van Stadskanaal. En de kracht van Stadskanaal, dat kun je op heel veel manieren, denk ik, uitleggen. Ik denk dat we een hele ondernemende gemeente zijn. Ik geloof dat het in 2018 was, waren we de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland. Klopt, ja. Nou, dat is een hele mooie titel. Ik denk ook dat het ambitieniveau van ondernemers in Stadskanaal wel ook daar ligt om bijvoorbeeld weer naar zo'n niveau te gaan. Maar dan moet je wel met elkaar in gesprek. En daar ben je de jeugd voor nodig. En daar ben je de gemeente voor nodig. Daar ben je onderwijsinstellingen voor nodig. En dus ja, verbinding is denk ik een beetje het toverwoord hier. Ja. Ja, wij waren erbij vandaag. En Larou, jij hebt de beelden. Ja, zeker waren wij erbij. En kinderen konden kijken naar verschillende soorten banen. Onze verslaggever Rianne ging in gesprek met een paar van de leerlingen. Kijk maar even mee. Heb je al wat stageplekken of banen gezien waarvan je denkt, oh, dat lijkt me echt tof om in de toekomst mee aan de slag te gaan? Nou, niet echt, want ik wil graag in de zorg werken. Je ziet hier heel veel andere dingen. En je hebt ook gewoon heel veel dingen waar je een bepaalde leeftijd voor moet hebben. En dat hebben wij nog niet echt. Wij zijn nog maar 13 en 14 en sommige dingen moet je 15 of 16 voor zijn. Nou, uiteraard heb ik specifiek deze clip uitgekozen, want ze zegt, ik wil eigenlijk de zorg in, maar daar is maar weinig van te zien. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik denk dat het ook een beetje ligt aan het ledenbestand van de VVBK. Hè. Er zijn veel bedrijven, ook van oudsher, vanuit de technieksector, die zich hebben aangesloten wel bij de VVBK en natuurlijk aanpalende bedrijven. Er zijn relatief weinig zorgbedrijven aanwezig. EDOG was Stichting De Zeilen wel aanwezig. En als je dan de baan in de zorg wil, dan zou je natuurlijk goed bij hun terecht kunnen. Johan Hamster, gedeputeerde, maar ook oud-wethouder in Stadskanaal, kent de gemeente van binnen en van buiten. Je gaat daar spreken op de VVBK-beurs. Wat ga je daar zeggen? Ja, volgens mij willen ze maar vooral van mij weten, wat heeft Stadskanaal nodig? En ik zal hem heel snel om willen gaan draaien. Laat alsjeblieft zien wat Stadskanaal Nederland en de wereld te bieden heeft. Het heet de kracht van Stadskanaal en dat vind ik ontzettend goed gekozen. Ja. Want Nederland staat voor heel veel grote problemen rondom bevolkingsgroei, woningbouw, economische vraagstukken en de verdeling over het land. Stadskanaal heeft de ruimte, heeft mensen, heeft goede bedrijven. En we hebben hier heel veel kansen liggen om Nederland te helpen om heel veel problemen aan te pakken. We hadden laatst een gesprek, kan me herinneren, voor een artikel over Trots op de Veenkolonie. Onze artikelenreeks over ook de kracht, maar dan de kracht van de Veenkolonie. En daarin zei je, als jij een lezing houdt in Brussel of in het binnenland, buitenland, waar dan ook, dan begin jij over Smeerling.
Je begint met deze regio eigenlijk al aan te prijzen. Ja, want wat ik vooral, ik mag af en toe inderdaad vertellen over Groningen, waar we vandaan komen. En dan begin ik met het stukje trots laten zien. En ik denk dat Smeerlingen een van de mooiste plekken ter wereld is. Ik heb daar geliefd, ik heb daar geleefd, zeg ik dan heel vaak. Het is een plek inderdaad waar ik graag kwam, graag kom nog steeds. En het is nog zo ontzettend mooi. En zoveel mensen weten het niet, en dat wil ik ze graag laten zien. Maar ook omdat wij als Groningers ons heel verbonden voelen met onze omgeving, met de plek waar we zijn opgegroeid, met de landschappen. En in alle zaken waar wij als provincie mee bezig zijn, rondom energie bijvoorbeeld, heeft dat heel veel impact op het landschap. En met alle ellende die onze provincie te maken heeft gehad met aardbeving en aardgas, zien we dat er ook heel veel oplossingen en trots weer gevonden wordt in dat prachtige landschap. En dat we daar trots op zijn en daaraan willen blijven werken. En nou ja, ik zeg al, ik ben nu een Knolster die per ongeluk in Scheemda woont. Maar ik kom hier en ik voel me nog thuis. En ik voel me inderdaad nog zo verbonden met deze omgeving. En al die ondernemers hebben dat ook. En die willen ook graag net een stapje extra doen voor deze omgeving. En dat bindt ze samen al 35 jaar. En dat is mooi om te zien. Dat is echt iets unieks, denk ik. En wat ik ook heel vaak daarachter vertel, en misschien weten jullie dat nog niet eens, maar wat ik laatst heb geleerd op het provinciehuis is dat na de gemeente Groningen Stadskanaal de meest innovatieve regio van onze provincie is. En dat is best logisch dat Groningen er hoog in staat met een universiteit van wereldniveau. En de Hanse Hogeschool en de economie van de stad inderdaad. Maar hier in Stadskanaal gebeurt het gewoon met bedrijven die ook die kracht hebben om te ontwikkelen, om te innoveren. En dat is best iets om trots op te zijn. Dat wisten wij al heel lang. Dat wisten jullie al heel lang. Ja, dat heb je ook aan de muur gespijkerd. Ja, maar dat is het. Woon ik 40 jaar in Stadskanaal, ik wist het nog niet. Nee. Dus blijkbaar zijn we er nog niet in geslaagd dat ook uit te dragen, zelfs naar onszelf toe hier en daar. Nee, dat klopt. Nou, dat is misschien, we zijn een beetje stoens met elkaar. Dus we mogen ook, dat is trots, kracht. Steken onze kop ook niet meer over het maaiveld. Nee, je mag het ook wel eens wat meer laten zien. Je mag het best wel eens wat meer laten zien, denk ik. En hij zei net, wat we allemaal te bieden hebben aan Nederland. Wat heeft Stadskanaal volgens jou, ook als ondernemer, nou te bieden aan de rest van Nederland? Nou, ik denk dat wij, als je het hebt over inborst, hè, dus normen en waarden en bepaalde principes. Ja, dat kan ik naar mezelf uitleggen, maar ook als ik naar mijn ouders kijk en ik heb nu zelf kinderen. Ja, ik denk dat we daar een soort van lijn in kunnen ontdekken van aanpakkers. Hè, van mensen die graag vooruit willen en ieder op zijn eigen manier. Maar dat we toch ook inderdaad willen innoveren, willen ontwikkelen, toch vooruit willen blijven gaan. Maar we scheppen er niet te veel over op. Heb je dan ook wel eens, want Johan komt natuurlijk ook heel veel in andere delen van het land, andere delen van de wereld ook wel vanuit zijn rol. Jij denk ik ook. Hoe kijken andere mensen vanuit de rest van het land aan tegen de bedrijvigheid hier in deze regio? Ik denk dat het lastig is, hè? Want als je vanuit Stadskanaal kijk je naar Groningen, vanuit Groningen kijk je naar Amsterdam. En ik weet niet zo goed of mensen vanaf Amsterdam dan naar Groningen en van Groningen naar Stadskanaal kijken, per se. Iets minder, vanuit Groningen wel, hè? Daarom zit Johan hier natuurlijk ook. Dus ik denk dat we mooi als Stadskanaal in de kijker zijn. Ja, hoe kijken mensen daarna? Wat ik altijd terug hoor, wat ik uit ervaring van ons eigen bedrijf heb, als je wat verder buiten de provincie aan het werk gaat, ervaren mensen dat is heel prettig. We komen afspraken na. Dat is denk ik een van de basisprincipes wat we hier doen. Afspraak is afspraak en die komen na. Op tijd komen. Ja, op tijd komen. Ja, maar dat is heel bazaal. Hè? Maar dat is niet normaal in bepaalde delen van het land, denk ik. Nee, het Brabants of het Hilversums kwartiertje, dat is vrij bekend. Wat ik ook wel terug las is, en dat hoor je veel als het om bedrijvigheid gaat, dan grijpen heel veel mensen terug op de tijd van Philips. Dat was natuurlijk de tijd dat het nou ongelooflijk groeide door één bedrijf eigenlijk. Hoe zit het nu? Want nu is die groei anders. Die groei bestaat uit meerdere bedrijven. Ja, hoe ziet dat er nu? Hoe ziet die groei er nu uit? Ja, we zijn MKB-vriendelijk. We zijn een MKB-gemeente. Hè? Er zijn enorm veel MKB-bedrijven, hele mooie MKB-bedrijven, die al best wel een redelijke omvang hebben hier in Stadskanaal gevestigd. En zijn de afgelopen jaren ook behoorlijk gegroeid. Ook omdat er best wel veel van oudsher technisch personeel aanwezig is. Maar er zijn ook heel veel van dat soort medewerkers met veel kennis. Ja, die zijn de afgelopen jaren toch ook ergens anders het gaan zoeken. En dat is jammer. En ik denk dat dat niet hoeft. Ik denk dat we een goed vestigingsklimaat hebben. Ik denk dat de gemeente ook erg enthousiast is over de ontwikkelingen die nu binnen de bedrijven gaande zijn. Dus ja, volgens mij zijn dat alleen maar kansen. Maar nogmaals, daar moet je over met elkaar in gesprek zijn en blijven. En dat begint al bij scholieren. Leren, hè? Dat meisje zegt net van, joh, wij zijn nog wel heel erg jong. Ja, dat klopt. Maar volgens mij moet je juist jong beginnen en is dat niet direct de quick win, maar wil je ook op de lange termijn zorgen dat dat... Ik zit op die foto te kijken, daar staat ik wil in mijn dorp blijven wonen. Het was een bijeenkomst over Nijbegun, wat ook veel invloed heeft, ook op deze regio.
Johan, wat kan Nijbegun, want bij Nijbegun denken we misschien al snel aan de aardbevingsregio, wat kan het voor deze regio en onder andere voor de ondernemers betekenen? Ja, het is misschien heel goed om te beginnen. Inderdaad, Nijbegun is ontstaan als reactie van het parlement, van het kabinet op de parlementaire enquête. Ja. En uiteraard staat daar vooraan dat schadeherstel en versterking plaats moet vinden in die gebieden waar dat aan de orde is. Gelukkig heeft Stadskanaal daar niet mee te maken. Dat is hartstikke mooi. Maar er moet naast dat herstel een stuk compensatie plaatsvinden, maar ook... En is het belofte van het kabinet om Groningen economisch op een hoger plan te brengen. En dat geldt er niet alleen voor het aardbevingsgebied, maar voor de regio als geheel. Dus Nijbegun is voor de hele provincie Groningen en een aantal Noord-Drentse gemeenten een prachtige haak om economische kracht te gaan versterken met allerlei maatregelen. Als provincie vinden we dat daar ook de noodzakelijke infrastructuur bij hoort. En dan hebben wij het bijvoorbeeld over de Eemshavenweg en hier... de N33 en hebben het hier in de regio over de Neder-Saxenlijn. Wij denken dat het een geweldige impuls kan zijn, gaat zijn, voor heel Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. En Nijbegun, daar wordt nu gewerkt aan een programma en dat zal bij gaan dragen aan het in beeld brengen van kansen en mogelijkheden voor de ondernemers in de hele provincie, inclusief die in Stadskanaal. Hoe zien jullie als ondernemers dit uit? Nou, dat is interessant. Hè? Ik interesseer me daarvoor. Ik verdiep me daar ook wat in. Dus ik lees daar stukjes over. Ik heb een stuk van het programma heb ik gelezen. Dat, heel veel dingen staan nog in de kinderschoenen. Hè? Ja. Dus bestemming. Nou, er komt geld. Ja. Best wel veel. En daar gaat Johan vanavond onder andere ook nog iets over. In totaal is het 22 miljard wat verdeeld moet worden. Ja, zeker. Maar er komt ook dus richting Stadskanaal komt echt een behoorlijke som geld. En hoe kijken ondernemers daarna? Ja, ik denk dat de ondernemers daar in eerste instantie denken van, oh, dat is fijn, hè, er komt geld, daar kunnen we wat mee, ruimte om ermee te ondernemen. Maar waar dat geld precies terecht komt, dat is, en dat is ook nog een beetje abstract. Hè. Dus ik denk dat we juist vanavond ook een aanzet moeten geven naar die ondernemers in Stadskanaal. Van, goh, kom nou eens even aanhoren wat er vanuit de provincie Groningen ook over verteld wordt. Wat gaan we doen? Hoe gaat dat nou vorm krijgen de komende tijd? En wat kunnen wij daarmee? Want je hebt er, ja, nogmaals, in die tent echt een behoorlijk aantal ondernemers zitten die er met een innovatieve kijk op zaken hebben. Ja, ja, en Nijbegun is heel erg van belang. We hebben natuurlijk het reguliere werk. We zijn altijd al met economie bezig en versterking geweest. Nijbegun zou een plus moeten zijn. En we hebben nu een kwartiermaker, is door het ministerie aangesteld, Jacob Klompien. Die is nu dit jaar bezig om op te halen wat er in de verschillende regio's leeft, wat er aan kansen is. En Makeport Mercurius wordt heel vaak genoemd. Ja. Dat zit eigenlijk al in het reguleren. Dat zit ook al in het NPG. We vinden eigenlijk dat zou hier sowieso moeten gebeuren. Ja. En er is nog heel veel kansen hierop verder. En er zitten heel veel kansen, bijvoorbeeld in de Eemshaven met technisch personeel en met alle onderwijs wat daar naartoe gaat. In deze regio ligt er misschien wel heel veel kansen in de maakindustrie. Ja. We hebben een landbouwtransitie te maken, ook met name de veenkoloniën. Nijbegun zou ons daarmee mee kunnen helpen. Ja. Maar het lijkt me enorm ingewikkeld. Dat is 22 miljard. Dat moet verdeeld worden over allerlei dingen in de provincie. Overal in de provincie zullen ze zeggen, wij zijn innovatief, wij zijn goed bezig, wij hebben geld nodig. Hoe ga je ervoor zorgen dat het geld toch op een zo evenredig mogelijke manier verdeeld gaat worden? Ja, evenredig weet ik niet of dat de vraag is, zo gericht mogelijk en zo effectief mogelijk. En dat zal landen op de plekken waar het effecten en inhoud voor kunnen hebben. Dat is een van de opdrachten van de kwartiermaker om dat in beeld te brengen van hoe zou dat het meeste effect kunnen leiden. En het is een 30-jarig programma, dat is uniek. Ja. Meestal dat je vanuit Den Haag een programma voor 4 jaar krijgt, een heel af en toe eentje voor 10. We krijgen nu 30 jaar lang een hele generatie, dat is de belofte van het kabinet, krijgen we geld om een been bij te trekken en hopelijk naar boven het gemiddelde uit te gaan stijgen. Ja. En daar liggen kansen voor. In de hele provincie hebben we kansen rondom energie, rondom waterstofproductie. We zien hier in Nieuw-Buinen al de eerste ondernemer die er ook actief mee aan de slag gaat. Loopt er weer een stap voor op heel veel grote mensen die in de Eemshaven bezig zijn. Ja. Ja. Dus de liggen kansen en het verbinden daarvan en zorgen dat het ook echt structurele impact gaat hebben. Ja, dat wordt nu een aanzet voor gegeven. En gedurende die 30 jaar zullen we ook af en toe bij gaan sturen. Er zullen we nieuwe kansen opdoemen. Hoe de economie over 15 jaar eruit ziet, dat weten we eigenlijk niet. Nee. En ik denk, het begint inderdaad ook, hè, met als je ook kijkt naar subsidies. Want er zijn ook in de provincie Groningen vanuit SNN hele mooie subsidies ook beschikbaar. Maar het begint altijd met een intrinsieke motivatie. Hè. Dus je moet een ondernemer zijn die het wil proberen. En als je al in de basis, zeg maar, een cultuur hebben binnen je bedrijf waarin er geïnvesteerd wordt, waarbij je wil vernieuwen, verduurzamen, kijken naar nieuwe mogelijkheden. Ja, dan moet je, denk ik, ook zo'n Nijbegun-programma zien als een extra stimulans, hè, om iets sneller mogelijk te maken. Is dat misschien een extra stimulans voor meer ondernemers om deze kant op te trekken? Dat zou goed kunnen en dat zou een hele mooie bijkomstigheid zijn, hè, zeker als een gunstig vestigingsklimaat is. Maar ik denk ook voor bestaande ondernemers dat het heel veel kansen biedt om misschien juist versneld even te gaan investeren op een of ander, om een innovatief idee uit te rollen, omdat er gewoon wat gelden beschikbaar voor zijn. En ja, ik denk dat dat hele mooie kansen zijn.
Jan van der Veen, je bent raadslid in de gemeente Amsterdam. Mag ik de microfoon pakken. Hoe kijk jij tegen deze beurs en alles wat er gebeurt aan? Ja, natuurlijk is het supermooi dat alle mooie bedrijven in de Vinkloon dat zich hier komen profileren. Dat ze komen zeggen wat wij te bieden hebben. En dat de mensen uit onze mooie gemeente dat ook zien. Van Stadsknal, dat is eigenlijk meer dan dat wij allemaal denken. Dat is ook wat ik al een aantal keer in de raad heb aangegeven. We best trots mogen zijn op waar we vandaan komen en waar we met z'n allen voor staan. Heeft die trots in de raad genoeg? Wisselend. Soms wel, soms niet. Maar ik denk ook dat dat een beetje in onze aard zit. Dat we niet te veel aan het bos kloppen doen, maar dat we dat soms wel iets meer zouden moeten doen. Het is een hele politieke avond. Naast jou zit Rolf Helder van de ChristenUnie Veendam. Rolf, hoe is dat bij jullie in de gemeente? Je hebt hier die VVBK-beurs. Wat gebeurt er in jullie gemeente op dit gebied? Uiteraard hebben we ook wij een ondernemersvereniging die wel wat activiteiten doet, maar niet op deze schaal. Is mij niet bekend. Nee. Wellicht nog voor de toekomst? Hopelijk. Ja, goed voorbeeld doet goed volgen misschien. Ik hoop het. Heren, straks gaat VVK is al losgebarsten. Jullie gaan er zo heen. Hoe zou je de sfeer omschrijven met al deze innovatieve ideeën en al dit enthousiasme? Nou, de sfeer hangt er leuk bij. Vandaag was het, als vandaag een beetje een voorland is voor wat er vanavond gaat gebeuren, dan denk ik dat we een hele leuke avond tegemoet gaan. Iedereen is enthousiast, alles wordt goed ontvangen. Ondernemers die praten onderling ook over het feit dat het echt een heel leuk initiatief is, dat er hier zoveel reuring is. En ook morgen natuurlijk, morgen de hele dag is het beursterrein ook opengesteld voor het publiek. Dus mensen kunnen daar ook gewoon eens even in de keuken kijken van wat voor bedrijven zijn hier nu allemaal gevestigd. Ja, ik denk dat het een groot succes gaat worden, waar het dat misschien ook al een beetje is. Er zijn ook prijzen te verdelen. Prijzen in ieder geval voor de kleinste ondernemer. Waarbij de vraag, kan ik me nog aanmelden? Ja. Maar wat houdt dat precies in? Ja. Nou, het is eigenlijk een stimuleringsprijs, een aanmoedigingsprijs. Al best wel wat jaren op en af is dat ook wel uitgereikt al door de VVBK. Omdat je ziet, naast gevestigde ondernemers, dat ook best wel nieuwe mensen zich opeens laten zien. Nou, dat is natuurlijk prachtig, dat juichen we toe. En om die mensen even wat kracht bij te zetten, hebben we een aanmoedigingsprijs ook dit jaar. Wordt uitgereikt door twee burgemeesters vanavond, dus dat is ook leuk. En noem maar. Klaas Loots en? En Schuiling van de gemeente Groningen, ja. En dus dat is erg aardig, denk ik. En dat moet een beetje een extra stimulans voor zo'n man of vrouw zijn, jongen of meisje, om even de schouders er extra onder te zetten. Een talentenprijs eigenlijk. Ja, een talentenprijs, een ga-zo-door-prijs. Ja, ik zou er eigenlijk wel afsluiten met de woorden die Johan is laatst in mijn sprak. Ik vroeg jou op je kantoor in het provinciehuis, wat maakt deze regio nou zo mooi, hè? Ook in de politiek. Toen had jij een tegeltje tevoorschijn en daar stond op, het is zoes modaan. Iets sturen maar doen. Ik denk dat de volksaard redelijk weergeeft. Ja. We regelen het wel. We doen het wel. Ja, je hebt andere variaties van die tekst. Maar deze kreeg ik al heel snel van een ambtelijk collega op het provinciehuis die door had van, dit is de manier van werken vanuit Zuidoost-Groningen. En ik denk dat we dat goed doen en vooral mee door moeten blijven. Zeker. En dat wordt ook uitgedragen op de VVBK. En dan nog net iets trotser op zijn en dat uitgemaakt. Ja, zeker. En altijd gooien, hè? Ik is niet altijd zo goed. Maar nee, niet zo zelf mis. Gooi hem, altijd proberen. Ja. Heren, dankjewel. Jullie gaan zo naar de VVBK-beurs. Ik wens jullie heel veel plezier en succes dit weekend. Dankjewel. Ja, straks gaan we het hebben over het politieke gesteggel in Stadskanaal. En of een minderheidscoalitie dat een beetje kan sussen. En natuurlijk net mag in Veendam. Een onderzoek van RTL heeft ook daar wat opschudding veroorzaakt. Maar eerst naar het nieuws met Larry. Leerlingen van basisschool De Baldekijn in Stadskanaal hebben de opbrengst van de sponsorloop tijdens de jaarlijkse sportdag gedoneerd aan stichting Build the Future. De leerlingen liepen in een bedrag van €1100 bij elkaar. Build the Future is een stichting die onderwijsprojecten in Zuid-Afrika ondersteunt. Het opgehaalde bedrag is voor de stichting en ondersteuning om nieuwe scholen te bouwen. En dan Jill Landkroon van Rattenopvang Rattenpootje uit Ter Apel heeft de afgelopen dagen 64 tamme ratten gered uit een woning uit Veendam. Een week eerder had de politie uit het sterk vervuilde pand al tientallen slangen, gekko's en honden gehaald. De politie was afgekomen op een tip nadat rondom de woning loslopende ratten waren gezien. Daarnaast hing er een vreemde lucht. Bij aankomst werden talloze verwaarloosde dieren aangetroffen. De beestjes hebben nu dus een nieuw thuis in Ter Apel. En dan doen, durven en succesvolle verhalen creëren. Dat waren de elementen die afgelopen dinsdag centraal stonden op het Noorderpoortcollege De Boeg in Veendam.
Maanden hebben studenten geoefend in dans, zang en cabaret. En afgelopen dinsdag was het eindelijk de dag om de theaterroute Hollyboeg te laten zien aan ouders, verzorgers, docenten en medeleerlingen. Ik mocht erbij aanwezig zijn en ik heb dat op beeld gezet. Wil je dat zien of meer nieuws bekijken? Kijk dan even op onze website rtv1.nl. Kijken. Ja, we hadden het net over innovatie, positiviteit, enthousiasme. Maar het is niet alleen maar positiviteit dat de klok slaat in het Stadskanaal. Een flinke politieke crisis domineerde de maand juni. Lokaal betrokken stapte uit de coalitie. En vlak daarna ook mijn tafelgenoot, Jan van der Veen, zat bij de ChristenUnie, maar stapte uit de fractie. Dat alles om een verschil van inzicht van de nieuwe bestuurscultuur. Jammer, jij hebt een behoorlijk maandje achter de rug, denk ik zo. Ja, dat klopt. Neem ons even mee. Lokaal betrokken is uit de coalitie gestapt. Jur Mellies is weggegaan als wethouder. Vlak daarna stapte jij op als raadslid. Was het dan zoveel te doen om alleen maar een nieuwe bestuurscultuur? Nieuwe bestuurscultuur. De meeste mensen kaderen dat heel erg af. Maar eigenlijk ligt het heel breed. Dus het is ook de manier van communiceren naar de inwoners van Stadskanaal toe. Maar ook het onderling samenwerken. Het verdeeld mogen stemmen. Dus eigenlijk een breder begrip dan dat de meeste mensen denken. Dus eigenlijk is er best wel een breed onderliggend iets. Wat bijvoorbeeld bij lokaal betrokken heel veel normen en waarden van wie ze als partij zijn raakt. En jij stapt dan op, lokaal betrokken stapt dan op. En wij zien dat natuurlijk niet. Maar ik vroeg bij het spoeddebat aan Frits van Heijden, de fractievoorzitter van ChristenUnie. Hoe is de sfeer achter de schermen? Zei, nou, is best prima. Vervolgens vroeg ik het aan de fractievoorzitter van lokaal betrokken. Harmen Zwiert, die zei, niet altijd even best. Neem ons mee, hoe gaat zoiets achter de schermen? Hoe is die sfeer in die tijd en die weken dat dit zo knettert? Nou, eigenlijk werd tijdens die duidingsvergadering werd ook heel erg teruggeblikt op 8 april. Mm-hmm. Daar wilden verschillende partijen wilde een motie indienen. Waarin werd gesteld van eventueel de school willen we binnen de groene long bouwen. Ja of nee. En dat we daar ons als raad over zouden uitspreken. Daarover is best wel een verschil van inzicht geweest. In eerste instantie op de punten van de motie. Waar het mij vooral om ging, en ik denk lokaal betrokken ook, is dat wij niet de vrijheid voelden om daar zelfstandig voor te mogen stemmen. En wat ik vrij opvallend vind, we gaan even een klein stapje in de tijd. We zitten nu bijna een maand verder. Er is een oplossing, een minderheidscoalitie. Maar een minderheidscoalitie betekent ook voor de mensen thuis dat de coalitie een minderheid blijft en dat ze dus naar meerderheden moeten gaan zoeken in de raad. En als ik het me niet vergis, was dat juist een grote wens van lokaal betrokken, en van jou ook, om dat in de coalitie toen zij nog in zaten te doen. Hoe kan het volgens jou dat het toen niet kon, blijkbaar, de afgelopen 2 jaar, en nu blijkbaar wel, of tenminste dat is het plan om de wereld te gaan doen? Ja, nou eigenlijk hebben we 2 jaar geleden met z'n allen gezegd van we gaan werken aan een nieuwe bestuurscultuur. Dus we gaan werken met verschillende meerderheden in de raad. We gaan eigenlijk verschillende mini-coalities zoeken. Dus per onderwerp kan je een andere meerderheid hebben eigenlijk. En daartoe ben je verplicht met een minderheidscollege en met een minderheidsbestuur. Daardoor moet je automatisch op zoek naar verschillende en wisselende meerderheden per onderwerp waar je elkaar kan vinden. Of nou, bij de ene partij zal botsen, bij de andere partij, daar kom je dichter tot elkaar. Zoals bij 8 april, toen wilde de coalitie, tenminste de lokaal betrokken, anders stemmen dan de coalitie. En daar ging het eigenlijk mis. Ja, en daarover zijn best wel discussies geweest. Daarna zijn we een formerende partij, dus de destijds collegepartijen nog, die zijn daarover met elkaar in gesprek geweest. En uiteindelijk is daar toegekomen dat we niet op deze manier met elkaar verder konden. Dat er eigenlijk niet voldoende vertrouwen was, enerzijds om een nieuwe bestuurscultuur toe te passen. En anderzijds om je eigen vrijheid te hebben. Was 8 april ook voor jou de tijd van breuk? Dat jij dacht, hier gaat iets mis, ik voel me niet meer op mijn plek? Nou, niet zozeer. Daarna zijn we natuurlijk nog wel goed in gesprek met elkaar gegaan. Want om ergens direct definitieve streep voor te zetten, daarvoor zit ik al inmiddels een dikke 8 jaar bij de ChristenUnie. Of zat. Zat inderdaad. Al die tijd ontzettend hard voor ingezet. Dus dat is iets dat je ook niet zomaar opgeeft. En wat ook best wel een lastige beslissing is geweest. Dus aan de hand daarvan van wat er 8 april is gebeurd. Waarvan je hebt ervaren van ja, ik kan mijn ei als raadster niet echt kwijt. Ga je met elkaar in gesprek van hoe gaan we dat oplossen? Hoe kunnen we dat eventueel aangaan? Is daar de ruimte voor? Is de ruimte daar niet voor? En uiteindelijk was voor mijn gevoel gebleken van die ruimte daarvoor is niet. En kwamen op het punt dat we ook niet echt dichter meer tot elkaar kwamen. Dat het verschil van inzicht bleef. En lokaal betrokken heeft eigenlijk diezelfde gesprek in het groot gehad binnen het college. Rolf, jij bent inmiddels oud partijgenoot van Jan. Je bent de ChristenUnie in Veendam. Hoe heb jij gekeken naar wat er gebeurde bij de buren? Eerlijk gezegd, als raadscommissielid krijg je toch van iets meer afstand mee.
Ik heb via onze fractievoorzitter wel meegekregen dat het wat rommelde, dat er wat speelde. Ook wel dat er achter de schermen misschien wel iets ging scheuren. Maar dit had ik niet direct zo zien aankomen. Nee. Zorg je er wel? Ik vind het wel heel jammer. Ja. En jullie zijn voornamelijk een andere gemeente, een nieuwe manier van besturen. Hebben jullie het ook wel eens over zo'n nieuwe bestuurscultuur gehad? In het verleden hebben we wel gehad over een bestuurscultuur. Maar op zich was de sfeer best nog wel goed. De laatste jaren klaagde onze fractievoorzitter dat de cultuur een beetje aan het omslaan is. Maar de redenen daarvoor vinden ook plaats achter gesloten deur, echt voor de raadsleden en niet voor de commissieleden. Mm-hmm. Dus ik kan het fijne daarvan niet onthullen. Nee. Maar besturen schuurt denk ik altijd wel een beetje. Ja, is eigenlijk op het commissiebankje en jij kijkt toe. En ja. Je ziet altijd wel, zowel in Veendam als in de politiek natuurlijk, dat het schuurt. En af en toe moet het ook even schuren, maar daarna moet je ook weer samen verder kunnen. En ja, als dat niet kan, dan is dat gewoon echt jammer. Ja, jammer, samen verder. Dat moet uiteindelijk weer gaan gebeuren. Er is nu een plan door jouw oude partij, ChristenUnie, om een minderheidscoalitie. Heb je daar vertrouwen in? Nou, ik heb meer zoiets van laten we het maar gewoon met z'n allen gaan doen. En dan zien we het wel. Natuurlijk, 2 jaar geleden is eigenlijk precies hetzelfde gezegd. Van we willen anders gaan werken. We willen de nieuwe bestuurscultuur hebben. We willen dichter bij de inwoners van onze mooie gemeente staan. We willen naar volgbare debatten hebben. We willen niet meer te veel in achterkamertjes. We willen raadsbreed werken met wisselende meerderheden. Mm-hmm. Eigenlijk is dat allemaal, ja, naar mijn inziens, niet helemaal goed gelukt. Maar we gaan ik kan zien. Natuurlijk ook zeggen dat het wennen is, hè? Want we zijn 2 jaar onderweg, een hele nieuwe manier van besturen. Het was ook een vrij onervaren college met vrij veel nieuwe wetten. Dus je kan ook zeggen, het had meer tijd nodig. Ja, maar ik denk dat we juist een beetje de andere kant op gingen. Ik denk dat jij dat wellicht zelf ook wel hebt gemerkt, qua openheid, ook richting de journalisten, dat ook. Ik kan onafhankelijk zeggen dat het niet opener is geworden, laat ik het zo zeggen. Nee, nou, kijk, dat is heel fijn. Dat eigenlijk meer in gesloten bijeenkomst is gesproken. Dat debatten gewoon totaal niet meer naar volgbaar zijn. En dat wel echt iets, waar we, echt iets is waar we komende periode mee bezig moeten. Ja, in die komende periode komen er ook 2 nieuwe wethouders bij. Verrassende naam, we zien ze hierachter even. En Larou, jij hebt de cv's van deze 2 heren even bijgepakt. Ja, ik heb voornamelijk even gekeken naar wat hun hoogtepunten waren in de carrière. Die heb ik even opgeschreven. Laten we eerst naar Mark Verschuren gaan. Die hebben we hier. Wethouder in de gemeente Winsum geweest. Voorzitter. Stichting Leergeld het Hogeland. Lid Raad van Toezicht. En ook al wethouder Stadsknal. Dus al aardig wat op zijn portfolio staan. Dan gaan we naar de volgende. Klaas Pals, directeur geweest, secretaris, lid regio beraad Nijbegun. Wederom gemeenteraad Stadsknal, fractievoorzitter en ondervoorzitter van de raad. Ze hebben al een aardig lijstje met mooie dingen in elk geval. Hey, jongen, was jij verbaasd over deze 2 namen toen ze naar buiten kwamen? Ik was meer verbaasd eigenlijk over de hele setting. Dus de hele setting dat was minderheidscollege, of dat ze als minderheidscollege ja. Door zouden gaan, dat ze met het voorstel kwamen. Die zag ik niet helemaal aankomen. Jij dacht CDA er misschien wel bij? Ja, ik dacht van die gaan weer op zoek naar een meerderheid. Zodat eigenlijk verder kan worden gegaan met waar ze gebleven waren. Mm-hmm. Dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want hierdoor zijn we verplicht om raadsbreed te gaan werken. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat er 2 ontzettend goede kandidaten worden voorgedragen. Bijna met een enorme bak aan ervaring. Beide die de gemeente Stadsknal kennen. Mark Verschuren heeft al 2 jaar als wethouder gewerkt. Dus ik hoop dat hij nagenoeg weer dezelfde portefeuilles kan krijgen. Dat hij eigenlijk dat hij ermee door kan gaan met waar hij gebleven is. Klaas Pals, die kent de gemeente natuurlijk ook door en door. Die zit altijd in de raad, is ondervoorzitter van de raad geweest. Dus die kent de raad ook en die weet eigenlijk ook wat er gevraagd wordt. En nu ligt toch de nieuwe bestuurscultuur op een of andere vreemde kronkelmanier toch op tafel. En concreter eigenlijk dan ooit tevoren. Vind je het dan misschien ook niet jammer hoe het allemaal gelopen is de afgelopen tijd? Jij bent opgestapt, je bent nu weg bij een partij die je toch wel vrij dierbaar aan het hart was. Heb je dan zoiets van jammer? Ja, zeker is jammer. Want eigenlijk merk je nu dat alles wat wij graag willen, dus wij spreken ook even namens lokaal betrokken, dat er nu ineens wel kan of lijkt te kunnen op papier. Ja. Natuurlijk moet altijd nog even daad bij woord gevoegd worden. Net zoals dat ik gehoopt had dat 2 jaar geleden het geval zou zijn geweest.
hoop ik dat het nu ook echt gaat gebeuren. Dat we goede navolgbare debatten hebben. We gaan werken met wisselende meerderheden, zodat we het beste voor iedere inwoner van Stadsknal kunnen doen. En ook het geluid van iedere inwoner van Stadsknal kunnen laten horen. Ja. Dat kan soms afwijkend zijn, maar dat geluid mag aan mijn inziens ook gewoon echt zijn. En moet er ook zijn. Ja. Want je stapt dan op. Je neemt die zetel mee, dat is ook een keuze. Joelle Hamme heeft het eerder gedaan met de SP, eerder dit jaar. Daardoor zitten er nu 10 fracties op 23 raadsleden in de raadzaal. Ik heb even juist doorgekeken toen je dat bekend maakte. Er zitten ook veel mensen die zeggen, ja, het is toch een beetje zetelroof. Want we stemmen ook op de ChristenUnie. Ja, mensen stemmen op de ChristenUnie, maar volgens de wet mag je je zetel meenemen. Dat is eigenlijk wat er wordt gesteld. De ChristenUnie heeft er ook toen op gewezen van, dat ze betreuren dat ik mijn zetel meenam. Ja. Dat is eigenlijk tegen de wet in. Dus ja, tenminste, de wet, want jullie ondertekenen een soort convenant, als jullie de raad in komen waarin staat, ik neem mijn zetel niet mee. Ja, klopt. Klopt. En eigenlijk staat dat haaks op de wet. Dus het is vreemd dat een grote politieke of landelijke partij zoiets stelt van haar bestuurders, vind ik. En daar zouden ze intern denk ik ook nog wel een discussie op moeten voeren, dat ze eigenlijk iets eisen wat haaks op de wet staat. Ja. Je kan zelf niet meer die invloed uitoefenen binnen de ChristenUnie. Je was wel heel actief binnen de ChristenUnie. Is het een gemis? Dat weet ik niet. Dat zul je aan de anderen moeten vragen. Nee, maar nog voor jou. Is het een gemis voor jou dat jij niet meer dat platform hebt van toch een vrij redelijk grote landelijke partij om toch invloed uit te oefenen, niet alleen in Stadsknal, maar ook daarbuiten? Nou, mijn focus is altijd wel geweest om het beste voor Stadsknal te doen. Dus alles wat ik landelijk heb geprobeerd, dat was met de intentie om daarmee het beste voor Stadsknal te doen. Bijvoorbeeld ook met het amendement wat eind vorig jaar is ingediend, om Stineke van der Graaf hoog op de kieslijst te krijgen. Ja. Dat was zodat we een vertegenwoordiger vanuit Groningen in de Tweede Kamer zouden kunnen hebben. En de lijntjes vanuit Stadsknal daarmee ook korter zouden kunnen zijn, zodat ons geluid beter in Den Haag vertolkt wordt. Dus eigenlijk is altijd alles geweest om het met de beste intentie voor Stadsknal te doen. Ja. Alleen dat zal nou op een iets andere manier moeten en binnen andere kringen. Ja, maar je gaat het nu proberen allereerst als één koppige fractie, fractie van der Veen. We hebben nog 2 jaar te gaan en daarna verkiezingen. Blijf jij een eenkoppige fractie? Dat weet ik nog niet. Ik ga de komende periode ga ik me eerst heel erg hard inzetten voor Stadsknal. En dat ga ik samen doen met de rest van de gemeenteraad. En tegen die tijd moeten we maar even verder zien. Of ik verder ga als zelfstandige partij of dan kan ik bij een andere partij gaan aansluiten. Al die opties liggen eigenlijk nog open. Maar voor nu is het even mijn stinkende best doen. En even de boel weer op orde krijgen, want het was nogal wat in de Stadsknal de afgelopen maand. Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. De algemene beschouwing komen er natuurlijk nog aan. Dat is ja, 15 juli. Dat is ook altijd een flinke discussie. 9 juli hebben we nog een hele flinke raadsagenda. Met ook een aantal belangrijke stukken erop. Onder andere ook het gemeentehuis op staat. Dus er komen grote dossiers aan. En ik denk dat we daar met z'n allen ons hart voor moeten maken. Dat we het beste voor de inwoners van Stadsknal gaan doen. En dan moeten er nog 2 nieuwe wethouders bejaard worden. Dat ook. Het zou mooi zijn als dat gecombineerd kan worden met een andere vergadering. Maar dat gaan we zien. Dat ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Ja, heel goed. Lijkt me heel goed. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en dan van Stadsknal over naar Veendam. Want ook Veendam heeft zo haar bedrijvigheid. Onder andere Netmag. Het is natuurlijk een, en ik had het mooi iets, een grote industrie, maar het brengt ook zo zijn nadelen met zich mee. Onder andere vandaag. RTL Nieuws kwam met een onderzoek over wat we aan zorgkosten betalen in Nederland. Wat blijkt, in Veendam betaalden mensen gemiddeld 13% meer aan zorgkosten. In totaal €274 per jaar. RTL Nieuws wijst met de vinger naar Netmag als grote industrie. Dat kan een invloed hebben, kan zelfs een reden zijn. Rolf Helder, nogmaals welkom. Je hebt je vrij hard gemaakt, ook richting Netmag, een motie waar we straks over kan hebben. Maar hoe kijk jij naar dit onderzoek van RTL? Ik schrok er een beetje van dat wij zoveel extra moeten betalen voor die zorgkosten. In wezen, het basisidee achter een verzekering is dat je die kosten gelijkelijk verdeelt in gelijkelijke gevallen. En dat je dan simpelweg, omdat je daar woont, opeens meer gaat betalen gemiddeld. Dat ja, vind ik wel heel erg teleurstellend. Om het even in perspectief te plaatsen. Een gemeente als Velzen, waar Tata Steel staat, kennen we allemaal. Een van de grootste vervuilers van Nederland, we zien het hier op de foto. Daar betalen mensen 12% meer gemiddeld. En hier in Veendam is het 13%. Ja, kan ik even niet goed plaatsen eigenlijk. Dat wij zoveel meer moeten betalen. Nee. Even verder, want Netmag, jullie hebben een motie ingediend. Netmag heeft een tijdje geleden een claim aan de broek gekregen, een dwangsom van de gemeente, van de provincie. €250.000 vanwege het uitstoten van lood. Toen heeft de provincie gezegd, we gaan een onderzoek doen naar de gezondheidsgevolgen van Netmag.
En dat gaat volgens mij niet al te snel. Nee, zeker niet. In november was aangekondigd dat dat binnen 4 maanden gefixt zou zijn. Nou, we leven nu eind juni en het onderzoek is er nog steeds niet afgerond. Hoe kan dat? Nou, misschien dat er te weinig personeel voor is, dat weet ik niet precies. Maar wij hebben gewoon bij het college erop aangedrongen van, joh, hier heb je een motie. Ga bij de provincie druk zetten op dat GGD-onderzoek. Want dat willen we gewoon klaar hebben. Want ook een netmacht die krijgt weer uitstel van het betalen van de boete. Omdat de provincie dat onderzoek nog niet heeft afgerond. En wat heb ik daar als inwoner aan? Helemaal niets. Ik wil gewoon schone lucht. Ik woon zelf op nog geen kilometer afstand van de pijp waar het allemaal uit komt. Ik wil gewoon schone lucht. En met mij een hele hoop andere Veendammers. Dat weet ik gewoon zeker. En als ja, net mag dan verder alles netjes voor elkaar gaan. Maar goed, ze hebben nog wel een track record als het gaat om de omgeving. Dus ja, ik zou zeggen, schiet maar op. Gaan we zo verder over hebben. Eerst, Larouw, je hebt uitvoerig onderzoek gedaan naar Netmag en je hebt ook het onderzoek van RTL erbij gepakt. Ja, zeker. Het onderzoek van RTL kwam binnen. Dat ging over een data-analyse dat zij gedaan hebben. Waarbij ze inderdaad vooral gekeken hebben naar de zorgkosten van de inwoners bij 13 verschillende zware industriegebieden. Nou, die hebben ze ook heel mooi in kaart gebracht. Dat hebben zij voor mij gedaan, daar heb ik niks aan gedaan. Hier zie je al deze 13 plaatsen, waar dus ook onder Veendam. En zoals je hier ziet op dit kleine kaartje waar alles is uitgelicht, heeft Veendam 13% betalen zij meer aan zorgkosten dan een gemiddelde Nederlander. Dat is best wel heel erg veel. En daarnaast las ik ook in het onderzoek, wat misschien wel heel erg interessant is, dat ging echt specifiek over Netmag, dat de uitstoot van deze fabrieken ook bijvoorbeeld invloed heeft op bomen. Dus wanneer het invloed heeft op bomen, waarom zou het dan geen invloed hebben op mensen? Rolf, als omwoner en als commissielid, ja. Hoe zie jij dat? Nou, wij hebben ook wel eens geconstateerd dat er opeens een hele hoop bomen in de buurt van Netmag geen blad meer halen. We hebben daar ook wel vragen over gesteld destijds. Niet echt een eenduidig antwoord gekregen. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de bodemdaling door Netmag, die in eerste instantie op 50 centimeter was gesteld, ruim overschreden werd. Netmag is nog een keer 400.000 liter dieselolie verloren in de ondergrond. Die dieselolie wordt gebruikt als een dakolie bij de oliewinning, zodat het spoelen van het zout langs het dak soepeler gaat, niet te veel rommel van het dak meeneemt. Daarvoor zit er dieselolie in de ondergrond. Maar het is wel dieselolie. Als ik 400.000 liter dieselolie in mijn achtertuin ga morsen, dan mag ik niet doorgaan met waar ik mee bezig ben. Nou, ik wil ruzie met de buren in ieder geval. Dan hebben we ruzie met de buren, maar ook met de gemeente. Dan staat de milieupolitie in no time bij mij op de stoep. En hier, het is wel diep in de ondergrond, maar vanwege de lagere dichtheid van diesel ten opzichte van water, komt er vroeg of laat toch een beetje omhoog sijpelen. En het wordt wel tegengehouden door het bodemlagen, maar ik vrees dat dat toch een keer naar boven komt. En onlangs heeft Netmag toch wel weer toestemming gekregen om maar weer door te gaan met hun activiteiten. Maar hoe kan dat volgens jou? Want het is inderdaad een grote industrie. Ja. Hoe kan het dat zij die toestemming krijgen? Terwijl je aan de andere kant zegt, we gaan ook nog even kijken naar de gezondheid. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Ja, ik weet niet waarom men niet meer druk durft te zetten op zo'n industrie. Dat vraag ik mij bij Tata Steel wel af. Waarom wordt er niet rigoureus gezegd van stoppen totdat je de boel onder controle hebt en dan pas mag je door? Waarom dat bij Netmag ook niet harder op de rem getrapt wordt door de wetgever? Ja, ik vraag het mij wel eens af. Geld? Ja, kijk, Netmag doet op klein niveau doen ze best wel leuke dingen. Ze sponsoren wel wat sportactiviteiten, ze sponsoren een kinderfeestweek. Dat is allemaal wel heel leuk en aardig. Alleen op groot niveau wil je niet dat de bodem onder je huis gaat wegzakken. Je wil niet dat je in vervuilde lucht zit te ademen. Dus
ja, daar waar men op klein niveau wel een beetje liever is, daar is men op groot niveau als een beetje de boze buurman, de vervelende buurman. Ja, wat mij vond was eigenlijk, inderdaad, hoe krijg je het voor elkaar? Want zo'n grote industrie moet natuurlijk wel, ja, heeft ook financiële belangen, is ook economisch goed, ook onder andere voor Veendam. Hoe zorg je er dan voor dat die twee goed samen kunnen werken? Ik zou eigenlijk willen zeggen, die kleine laag moet ook doordringen tot de grote laag. Zou je zeggen, ja. Ja, ik zou het heel logisch vinden als daar veel harder op gehandhaafd zou worden. Ook met name door de provincie. Op gemeenteniveau heb je er niet heel veel invloed op. Jij geeft als gemeente niet de vergunning af om te mogen winnen. Je geeft als gemeente niet die milieuvergunning af. Dat doen het Rijk respectievelijk de provincie. Dus, maar die moeten wel hun taken oppakken. En ik... Ik zou meer ruggengraat wensen. En daarom hebben we ook die motie ingediend en is die ook unaniem aangenomen. Dus, Ja, want die motie inderdaad, die roept daartoe op. En Jon Hamstra is net weggedeputeerde. Maar wat zijn de geluiden die je dan terughoort als je dit soort dingen aankaart bij de provincie of bij het Rijk? Bij het Rijk is er tot dusver niet heel veel reactie op. Een beetje, ik denk van, ik zou wel een reactie willen hebben. Bij de provincie, de mensen die ik daarover spreek, heb de gedeputeerden daar zelf niet over bevraagd. Mensen die ik daar wel op bevraag, die, ja, dat onderzoek loopt nog en ja, dat gaan we wel uitzoeken. Maar ja, op de duur dan maak je de balans op en denk je van, in november was aangekondigd dat het met 4 maanden klaar zou zijn en... Het is nog niet klaar, dus we worden maar weer een motie tegenaan. Jammer, wij spraken laatst toevallig over het dumpen van kernafval in de zoutkoppers van Onstwedde. Een plan, dus die locatie is daarvoor aangewezen, eventueel. Zijn dit soort beelden over de angst in dat geval in Stadskanaal? Ja, eigenlijk wel. Want zoals met de dieselolie ook, als dat eenmaal heeft gelekt, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus daarom hadden wij toen als dat snel heel duidelijk het statement ingenomen van, niet in onze gemeente, wij willen dit niet. Want de zoutkoppels zijn daar niet geschikt voor. Daar kan water doorheen lekken, wat dan bij de vaten langs lekt, waardoor het alsnog in de grond komt. En dan, zulke dingen moet je eigenlijk niet willen in je gemeente. En ik snap heel goed dat meneer Helder zich daar ontzettend hard voor maakt. Het is eigenlijk een beetje, we hebben natuurlijk net gehad over een nijbegun, hè? Een nieuw begin voor Groningen. Dit lijkt me geen onderdeel van een nieuw begin, want we willen niet nog een keer een parlementaire enquête. Nou ja, wat je eigenlijk een beetje ziet is dat ze het ene weghalen, dus de gaswinning stopt. Maar in plaats daarvan willen ze dat hier kernenergie opwekken. Nou, net mag die hier blijft. Wat je net ook heel duidelijk in het kaartje zag, die werd getoond door Larou, dat er 3 puntjes staan in de provincie Groningen. In vergelijking met de rest van Nederland, dan kan je eigenlijk weer een soort van worden gezien als een wingewest. Ja. Terwijl je eigenlijk een nijbegun wordt. Dus dit staat daar ontzettend haaks op natuurlijk. Ja, het volgende kaartje hebben we niet, maar die werd mij vlak voor de uitzending even getoond. Dat als je ook kijkt naar het plaatje, want er is ook algemeen onderzoek gedaan, hè, naar wat mensen betalen aan zorgkosten, of het nou wel of niet om zware industrie gaat, dan zie je een vrij rode pit in Groningen, dan zeker Zuidoost-Groningen. En dat is, zoals in veel gevallen, geen positieve rode pit. Dus hoe is het dan, hoe is het mogelijk om als Zuidoost-Groningen wel een goed geluid te laten horen en die ook laten doorklinken, niet alleen bij de provincie, maar ook bij het Rijk? Daar wacht ons nog een schone taak, denk ik. Ja. Ja, je ziet wel heel erg dat er een lobby op gang is gekomen, met name ook binnen Nijbegun, om extra geld hier bijvoorbeeld heen te krijgen, met name voor jongere werkers. Maar eigenlijk geldt het voor de hele grensregio in Nederland, dat die gebieden sneller rood kleuren op bepaalde kaart, zowel qua zorg als qua ontwikkeling, als qua alles, dat die altijd maar een beetje achterlopen. Dus wat mij betreft is het heel erg van belang dat er echt een goede lobby op gang komt, dat er ook geld deze kant op komt om dat bij de bron aan te pakken. Of jullie hebben nu deze motie ingediend. Wat zijn er verder nog stappen die jullie als gemeente of als ChristenUnie-commissie gaan nemen? We gaan even het effect van deze motie bij de provincie afwachten. En we hebben straks de zomervakantie. Dan verstrijken er weer een paar maanden. En straks in september, als alles weer op stoom komt, dan gaan we waarschijnlijk weer aan de bel trekken. Tenzij ze al met een mooi onderzoek komen. Dat hoop ik natuurlijk. Maar ja, ik heb wel geleerd eerst zien en dan geloven. Heren, dank jullie wel. En we spreken hier vast nog over door na de zomer. Prima. Bedankt voor het komen. Larou, jij bedankt. U thuis bedankt voor het kijken. Dit was hem alweer 1 op vrijdag voor deze week.
Mocht je meer nieuws willen, kijk vooral even op onze website rtv1.nl of download de app. Volgende week zijn we er gewoon weer. Zit Rutger op deze stoel. Rest mij u nog een heel fijn weekend te wensen. Geniet van de zon. Tot later. Mooi.